Ja mensen, welkom bij een leuke video. We gaan een even leuke alliantie met voor selectie bekendmaken voor de wereld, nu wereld met China. Op 2 september gaat de wereld beginnen in de loop van de dag. Waarschijnlijk begint het gewoon eind van de middag zoals normaal, maar ja, dat weet je maar nooit. We gaan eens even lekker beginnen. We beginnen lekker onderaan mijn lijst. Die ik heb opgeschreven, meer dan met Sparklix. Een uitermate speler die goed kan passen in de alliantie. Waar uiteindelijk maar 29 van overblijven van de voorselectie. En ik heb 43 namen opgeschreven. Ja, ik zal ze nog even lekker allemaal gaan op. Ik zal ze gewoon lekker allemaal rustig gaan opnoemen. En het zijn allemaal stuk voor stuk pro players. En we gaan lekker onderaan beginnen. Sparklix, Lietschut, Ignatius, Stoffelboy, Jordian, Hutser, Rijslin, Kooltjes, THC, Punt, Ninja Pearl, Lord Yuma, Miro, Six, Nine, Alex Schultz, Aiga, Pita, Zolangs, Zetoxa, Banaan, Pozulian en Tarin, Click and Down. En dan volgens NL Kerry Koning, Mythical Sword, Purse, King Socrates, en Ploeg Mafia, Armata en Cold Soul Theory, Fire, 567, Generaal Bidoof, 15 Antonie, 15, Laurens VDW, of de andere naam die Laurens gebruikt, en Commodus, en Panda 13, Atal 100, WSNO en Tidy, Vedertje, Koyera en zeker niet de meeste deze twee namen nog toe te willen voegen, Glamador en Hellsgate. Zij lijken wel een zekerheid te krijgen in de pro-alliantie voor Mancina. Als je Glamador en Hellsgate niet hebt, dan is de kans groot dat je gaat verliezen, denk ik, op die Mancina-wereld. Ze zijn echt absolute pro-legends in Grippo, dus zonder hen ga je echt niet winnen. Tuurlijk niet. Dus die hebben sowieso een vrijwel zekerheidje in de nationale Messina-selectie van de pro-elite-alliantie.